In de eerste klasse B, wordt gespeeld. Ja, een prachtige wedstrijd op Sportpark De Strijphorst. Twee ploegen op die debutant zijn in de eerste klasse. En allebei gewoon goed zijn begonnen. Honsersdijk van Piet Boon en die Haren van Wim de Jong. Nou, zeer zeker. Honsersdijk natuurlijk afgelopen zaterdag een 1-2 overwinning bij Forum Sport. Ja, dat is toch een knappe prestatie. Ja. En die Haren ook weer gewonnen op eigen veld tegen Brielen. Alleen die hebben nog 10 minuten goed op Sportpark Ockenburg. 0-0 stand. Precies, dus ja. Wellicht kunnen die aansluiten of wellicht overheen gaan ze nog scoren. Maar het wordt natuurlijk een lastige wedstrijd voor die Haren. Traditioneel altijd moeilijk daar in Honsersdijk. Maar goed, vorig seizoen in de tweede klasse wonnen ze daar wel. Terwijl ze het nog, ik denk een half uur met 10 man hebben lopen bijvoorbeeld. Want Peter de Cler, die kreeg een rode kaart. Maar goed, toen op dat moment kon Honsersdijk daar niet van profiteren. Maar ja, de man bij Honsersdijk is natuurlijk Tom van Veen. Wekelijks zitten de scouts van allerlei clubs op de tribune. Maar die kunnen zich eigenlijk die reiskosten wel besparen. Want die jongen gaat never nooit weg daar. Maar goed, ik denk dat het een hele leuke partij gaat worden. Komende zaterdag. Twee ploegen ook die lekker in de flow zitten. Je bent kampioen geworden, dan ga je naar een nieuwe klasse. Dan weet je dat je, er wordt niks van je verwacht. Alleen maar zorgen dat je erin blijft. Ja. En dan ga je zo starten. Dus ja, klopt. Wat dat betreft. Ja, en ze hebben de jongen van Riepen op het middenveld bij Honsersdijk. Die heeft al een jaartje achter de rug bij Honsersdijk. Daarvoor bij de zaterdagtak van Westlandia zat hij eigenlijk op de bank. Ja, en ik sprak Theo Verbeek nog, de oud-trainer van de zaterdagtak van Westlandia. Hij had geen geduld. Ja, dat denk ik bij mezelf. Zo'n knaap, die heb ik nu een paar keer zien voetballen. Echt een geweldige voetballer. Ja. Denkt alleen maar vooruit, positief. Ja. Dus het wordt een leuke wedstrijd komende zaterdag. Ja, en wat ik nog tot slot wil toevoegen is dat het twee clubs zijn die met stabiel en goed beleid zeker laten zien dat je met een goede organisatie heel ver kunt komen. Ja, want het zijn geen ploegen waar elk jaar... Het is geen duiventil, maar het is links, gewoon rechts, rustig, een rustig, goed beleid, goede trainers. Ja, nee, klopt. Ja, dat mag ook wel eens gezegd worden. Ja. Ja. Nou, we hebben het net even gehad over Forum Sport. Dat verloor dan vorige week thuis van... Honsersdijk. Ja. Ze hebben ook wel heel veel kansen gehad voor ons sport. Maar goed, nu spelen ze naar BVCB. Dat is niet makkelijk. Maar om aan te blijven sluiten, moet je daar gewoon winnen. Precies, precies wat je zegt. BVCB is gewoon een taaie ploeg in die eerste klasse. Kijk, van een Honsersdijk in vorm kun je verliezen. Wat ik heb begrepen is dat ze... Dat het qua veldspel, Forum Sport, dat het gewoon prima in orde is. Maar je moet wel die kansen maken. En Honsersdijk was daar wat efficiënter in. Maar ook hier geldt, bij winst sluit je aan, vind je aansluiting en schud je meteen ook een concurrent af. En ik denk dat Forum Sport het chagrijn van vorige week gewoon van zich af moet spelen. Overigens, Jan Evers is dan weer trainer geworden. Klopt. Neemt het voorlopig waar. Want Rob Giebe, die was al Die was al weg voor het seizoen begon. Precies, die was al na vijf wedstrijden. Vijf minuten eigenlijk was hij weg. Klopt.